Voel je dat het tijd is voor een radicale shift? Ontdek hoe je met de kracht van Business Energetics door jouw plafonds heen breekt, ultieme vrijheid creëert en een soul-aligned business bouwt die resoneert met de hoogste frequenties van succes en energy joy. Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, het energetisch ontwaken, naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3, waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high-end soul-aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy, dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Yes, van harte welkom bij podcast 248, Fix Your Business Energetics. De sleutel tot ultieme voldoening en ongelimiteerd succes in je leven en business. Plus, ik deel in deze podcast alles over de masterclass. Vraag voor jou, herken je dit? Merk je dat je in je leven en business energie lekt, zonder dat je het doorhebt? Merk je dat je in je business een plafond hebt bereikt, waardoor je een beperkte omzetgroei hebt? En nog een andere vraag. Heb je het gevoel vast te zitten in die energieslurpende en standaard businessmodellen die je groei beperken? En is dit waar je naar verlangt? Een winstgevende en soul-aligned business die omzet en vrijheid creëert zonder energieverlies. En misschien verlang je ook naar dit. Innerlijke vrijheid en authentieke zelfexpressie op een high-level niveau. En misschien herken je ook dit, dat gevoel van een diep gevoel van ultieme voldoening willen ervaren en zingeving door het creëren van echte impact. Ja? Herken je dit of meerdere dingen hiervan? Nou, dan is Business Energetics de oplossing en de sleutel voor jou. Ik neem je even mee terug in de tijd. Het is het najaar van 2021 en ik geef een online masterclass over het masteren van je intuïtie. En samen met mijn marketing en technische team had ik alles voor deze masterclass voorbereid. En ik had die masterclass ook al vele keren met succes gegeven. Het waren namelijk de lanceringen van mijn Master Je Intuïtie Academy cursus. En die trok iedere keer heel veel interesse. Dus er waren honderden aanmeldingen heel vaak. En na een succesvolle ochtend of avond, want ik gaf het vaak overdag of 's avonds, kwamen er weer heel veel nieuwe studenten mijn Energy Joy Mastery wereld binnen. En wat ook zorgde voor een omzet in de vijf cijfers. Iedere masterclass. Dus dat was heel succesvol. Maar het was dus najaar 2021 en deze keer was het anders. Het is 8 uur 's avonds en ik zit klaar achter mijn computer. En ik kijk naar mijn computerscherm en ik voelde me nerveus. Er waren voldoende aanmeldingen, maar deze keer was er iets veranderd. En ik hoor op mijn mobiel mijn timer gaan om live te gaan. En ik stapte vervolgens energetisch in mijn power, zoals ik dat noem. Zoals ik het in Engeland op het hoogste niveau van mijn mentor heb geleerd. Maar toch voelde het anders. En ik voelde mijn energie lekken. En ik voelde in de diepste lagen van mijn zijn, ik noem dat een soort van wiebelig zijn, maar ook ik voelde een diep verdriet. Want wat ik deze avond nog niet kon delen met de mensen die daar live aanwezig waren, was het nieuws dat ik vlak voor deze masterclass had ontvangen. En dat was dat bij mijn man een grote tumor, kwaadaardige tumor in zijn nier was gevonden van wel 8, 9 centimeter. Echt een joekel. Dus je kan je wellicht voorstellen dat, of eigenlijk hoop ik niet dat je het kan voorstellen, maar dat was nieuws dat absoluut insloeg als een bom. We hadden daarvoor nog een heerlijke vakantie gehad als gezin op Aruba. En vlak daarna ging het mis. Dus ik zit daar in die live masterclass. En ik geef een masterclass over het masteren van je intuïtie. En weet je wat bij mij overheerste? De frequentie van angst en verdriet. Dus hele lage frequenties onder de gouden lijn. En de masterclass op zich ging heel goed.
En mijn virtual assistant die erbij was, die alles in de gaten hield en ook reageerde op vragen van degene die aanwezig waren, die zei ook dat het heel goed ging, maar voor mij voelde het anders. En ja, dit was voor mij dus ook het bewijs dat energie, zelfs onzichtbaar voor het fysieke oog, altijd je realiteit bepaalt. Want wat gebeurde er? Deze avond leverde het minste resultaat op van alle masterclasses die ik had gegeven dat jaar. En het was dus voor mij, door het verdriet en de teleurstelling heen, het was ja, voor mij is dit echt een zakelijk pijnmoment geworden. Weet je wel, zo'n moment dat je liefst door de grond wil zakken. En waarin alles veranderde. En als ik nu terugkijk, kan ik zeggen dat gek genoeg is juist deze masterclass waar ik nu over deel, die voor mij zo moeilijk voelde om mijn energie hoog te houden, om in mijn power te blijven. En alles wat er speelde, die masterclass, in combinatie met die tumor, de ziekte van mijn man, dat is een gigantisch keerpunt geweest waarin ik voelde, oké, Lisette, genoeg is genoeg. Mijn business moet anders. Dus herken je dit? Herken je dit gevoel? Misschien met situaties en omstandigheden die bij jou spelen. Voel je ook diep van binnen dat het anders moet? Nou, ik voelde dus in ieder geval heel pijnlijk duidelijk in dit moment, ik moet mijn leven en business gaan aanpassen aan mijn energie, aan mijn zielsfrequentie en aan mijn missie. Maar bovenal aan mijn energie op dat moment. En ik voelde dus, ik moet een business gaan creëren op, zoals ik dat noem, on my terms. Dus conform mijn voorwaarden. Een business die past bij mijn leven. En bij de huidige situatie en omstandigheden in dit moment. En zo is het gegaan. Dus ik heb toen de keuze gemaakt. En de energie en frequentie van een keuze maken is mega krachtig. En dat is ook gebleken. Dus ik heb die keuze gemaakt om vanaf dat moment te gaan voor een high level business. En na die lancering, 2 maanden later, dus vlak na ook de succesvolle operatie van mijn man, waarbij de nier inclusief kwaadaardige tumor volledig is verwijderd, vlak daarna lanceerde ik mijn allereerste high-level traject. En er kwamen high-end cliënten binnen in mijn Energy Joy Mastery wereld. En waarom deel ik dit? Nou ja, dit dus, deze ervaring vanuit die diepste pijn, vanuit die struggle, vanuit dat verdriet, daar lag dus de basis van mijn mega business shift en het succes wat daarop volgde. Want daarna werd het mijn beste jaar ever. En ik zat al vanaf 2013 in mijn Energy Joy business en wereld. Dus dit is dan ook de basis en het framework geworden voor mijn high level business energetics. Nou, dan zal je misschien afvragen, oké, klinkt leuk, maar wat is business energetics, Lisette? Nou, dan zeg ik altijd, goede vraag. Stel goede, intelligente vragen, want daar zal je sowieso je business gigantisch mee gaan shiften. Maar business energetics is de meest effectieve en snelle manier om een high-level business on your terms vol impact en voldoening te creëren zonder energie te lekken en zonder overwhelm. Dus ja, business energetics is eigenlijk een bundeling van al mijn high-frequency expertise's geworden vanuit mijn eigen ervaring als high-end succesmedium. Als healer, als intuïtief transformatiehypnotherapeut, als high frequency business mentor. Maar bovenal, en dit is het allerbelangrijkste, wat eigenlijk gek genoeg vaak vergeten wordt, bovenal voor mij als ziel, als mens, als partner, als moeder, als zoveel meer. Want daar ligt de kern. En eerlijk, daar gaat het bij de meeste ondernemers mis. Zoals het eigenlijk ook bij mij misging. Op het moment dat er dus een uitdaging op mijn pad kwam. Want de meeste mensen, en zo deed ik het ook, want zo was het me aangeleerd, de meeste mensen gaan een kunstje nadoen van anderen. Van anderen die succesvol zijn. En dan vragen ze zich op een bepaald moment af, waarom werkt het bij die persoon wel en bij mij niet? En ik kan je nu uit eigen ervaring vertellen, omdat je business energetics dus niet op de juiste frequentie resoneert en vibreert met wie je echt bent. En je weet als ziel, evolueer je door. Dus jouw business zal, moet en mag shiften. Dus wat ontstaat er op het moment dat je niet shift en niet verandert en niet meegaat met wat er speelt?
en doorevolueert in je leven en business. Dan zou er dus een keiharde misalignment zijn. En ja, heel belangrijk, die misalignment, die onevenredigheid in afstemming met wie je bent ten opzichte van wat je doet. En die energetische mismatch, dat moet dus gefixt worden. Dus vraag nu aan jou, voel jij dat gevoel van oké, genoeg is genoeg? Er moet iets veranderen in mijn leven en business. Ja? Nou, dan zou ik zeggen, reik dan uit met het woord business energetics. Of ga gewoon naar de show notes op www.lisettelukas.com/248. Waarom? Nou, ik geef binnenkort een masterclass die heet Fix Your Business Energetics. En goed nieuws, want jij kan je tijdelijk aanmelden voor echt een bizar lage investering en energieuitwisseling. Want het is heel belangrijk dat er een balans is in energieuitwisseling. Maar in dit geval heb ik hem heel laag gehouden, omdat ik weet hoe hoog de noodzaak hiervoor is. Dus meld je aan via de link in de show notes en dan ontvang je de aanvullende gegevens voor de masterclass. En ik kijk ernaar uit om jouw energetics krachtig te helpen shiften naar jouw next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy. Dus voelt dit goed, dan spreek en zie ik je heel graag snel. Dank voor het luisteren en tot snel. Bye bye. Dank je wel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme energy joy mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energieslurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high-end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.